Schrik, ongeloof en verdriet. Afgelopen zondag, terwijl de kermis in Wijchen in volle gang is, worden twee Mariabeelden vernield bij de heilig Antonius Abtkerk. Een nog onbekende dader of daders haalt het Mariabeeld uit de kapel en veroorzaakt een grote brand bij de Lourdesgrot naast de kerk. Door de brand zijn zowel de Mariabeelden als persoonlijke eigendommen in de grot verwoest. Wijchenaren zijn aangeslagen dat iemand dit heeft kunnen aanrichten. Vrijwilliger Eduard Kronenberg, die al jaren actief is als vrijwilliger voor het onderhoud van de grot en de tuin, kan het nog steeds niet bevatten. Wat er vernield is, is het grote Mariabeeld in de kerk achterin. Die is hier van de broederschap van Nakevela. En dat Mariabeeld wat hier in de nis stond. Daarnaast stonden daar onderaan kaarsentafels waar de kaarsjes op stonden. Die is vernield. Er zijn een kleine 100 kaarsen verdwenen. Er zijn twee offerblokken. Daar hingen twee offerblokken. Eentje was voor de kaarsengeld en de andere was voor de spontane bijdrage voor Porgianen voor onderhoud van de tuin, van de grot. En die zijn allemaal verdwenen en verbrand. Voor vele kerkgangers was dit dan ook een vertrouwde plek. Elke dag komen hier mensen en velen komen nu voor een lege grot te staan. En ze zijn teleurgesteld, ze vinden het jammer. Het was altijd een veilige plek waar ze helemaal zichzelf konden zijn. Waar ze met Maria bij God konden zijn in alle rust. En die rust is bruut verstoord. En dit zorgt dan ook voor veel emotie bij de gemeenschap. Wat heel erg is de emoties van Porgianen, kleine dingetjes, kinderen die hier een rozenkransje neerhangen, die een klein beeldje neerzetten. Ik heb gistermorgen, ben ik gelijk naar de kliko gelopen. En heb ik de bovenkant heb ik nog wat beeldjes en dat soort vulkeitje kunnen redden. Maar ondanks deze flinke tegenslag blijft de gemeenschap de moed erin houden. Nou ja, de grot staat er nog. De grot heeft, ik weet niet wat allemaal getrotseerd. Ze is net aan de linkerkant vernieuwd en verstevigd. En er zal de komende jaren nog meer aan de grot zelf gebeuren. Misschien kost dat wat tijd dat we hier weer een openbare bidplaats van maken. Zodat mensen er weer naartoe kunnen. Want dat is ook voor een kerk een dienst aan de samenleving. Om een plek te creëren waar je helemaal even tot rust kunt komen.